Little boxes on the hillside. Little boxes made of ticky-tacky. Little boxes on the hillside. Little boxes all the same. There's a green one and a pink one and a blue one and a yellow one, and they're all made out of ticky-tacky, and they all look just the same. Serviceflats zijn standaard uitgerust met 100% domotica. En wat is dat dan? Dus ze trekken eigenlijk dat ook naar de grootsteden. Ze zijn niet naar Ninove, Lennik, Ternat, omdat ze weten dat ze daar buiten komen, hebben ze een supermarkt, hebben ze een winkeltje voor te gaan shoppen. Hier is het nogal beperkt op een bakker en een slager. Echt, Irma, de meeste mensen dan erin trekken in die serviceflats, ze vinden het jammer dat ze maar zo lang met de leven in. Ben ik wel nog maar 76, hè? Ja, maar ja, het kan zeer gaan, hè. Het kan zeer gaan. Wat peet je? Maar ik denk ook in Hoijk, als de mensen dat gaan zien, en ze gaan zien dat meneer X of meneer Y, want iedereen kent hier tot nu toe, dat zal ook binnenkort gedaan zijn, iedereen, dat zeker is, zal een stimulans zijn voor de mensen het te doen. Dat denk ik wel. Een agrarisch gebied van Sturenwoudig is soms tussen niet toegestaan. Er wordt heel veel gesproken en er wordt dikwijls aangegeven als de oplossing om onze woning te gaan opdelen. Het probleem is alleen dat wettelijk de kankerwoning niet bestaat. Dus een agrarisch gebied, kankerwoning kan niet. De enige term die wel voorzien is in de codex is zorgwoning. En daar zijn al een aantal strengere voorwaarden aan gekoppeld, zoals een van de inwonenden moet. Ouder zijn dan 65 of zou behoefend zijn. Een van de entiteiten moet ook maximaal een derde zijn van het totaal. Eén ingang zijn. De behoefende over het overlijden van de ouder moet het ook terug één gezinswoning worden. Hè. Dus echt opsplitsen van de woning is dan om horizontaal opgesplitst te worden op die appartementen te maken, maar ligt het in het verkeerde gebied. Van de woning, maar dan mag dat wel en uiteindelijk heb je ook twee woningbelegenheden. Dus het leidt tot absolute toestanden.